in de gemeente Druten is het verduurzamen van je huis ietsje goedkoper geworden. In het kader van de actie Winst uit je woning hebben de huiseigenaren uit deze gemeente een brief gekregen over acties voor energiebesparende maatregelen. Daarbij was ook een waardebon van 70 euro. Deze waardebon kunnen inwoners gebruiken om energiebesparende producten te kopen. Wethouder André Springveld vertelt over de voortgang van deze actie. Alle inwoners, huiseigenaren, hebben een cheque gehad van 70 euro. Die ze kunnen besteden aan duurzame artikelen om hun huis gelijk ook aan te pakken. En ik zou wel iedereen willen aanraden van als je gebruik wil maken, en wie niet als je 70 euro toch cadeau krijgt, dan maak er gelijk gebruik van, want op is op. Wat wel fijn is om te vertellen is dat er aanstaande maandag weer een opening is voor een nieuwe subsidieregeling. Die is voornamelijk bestemd ook voor huurders, want dit was echt gericht op de huiseigenaren. En daar bij die regeling moet eigenlijk 50% ook naar de huurders toe gaan. Dus ook daar hopen we dat we een flinke pot geld toegewezen krijgen en dat voor onze huurders ook voor elkaar te krijgen. Wat mij betreft een prima regeling, een goede regeling die direct ook resultaat oplevert. Ook een lokale bouwmarkt neemt deel aan de actie. De manager van de bouwmarkt vertelt welke producten zoal worden gekocht. Er zijn toch veel klanten die gebruik willen maken van deze subsidieregeling. En dan zie je ook dat ze dat allemaal in goede orde hebben ontvangen. Wat wij daarin doen is inderdaad inspelen op die lokale assortimenten. We zien hier dat heel erg goed aanslaat. Nou ja, wat we nu op dit moment zien is wel heel erg leuk. We hebben eigenlijk dit product. Dat is de ventilator, radiatorventilator, waardoor je rendement hoger is. En waardoor de kou of de warmte eigenlijk niet verliest in je muur naar buiten toe. Wat we natuurlijk nog meer hebben is de radiatorfolie. De tochtwering hebben we uiteraard. En de lichtbronnen die we natuurlijk aanbieden in LED-varianten die natuurlijk ontzettend zuinig zijn voor in je huis.